Goedemorgen. Het is zondag en welkom bij een nieuwe vlog. Het is droog, maar volgens mij is het best wel koud. Ik heb mijn lekkere vest aan. Ik ga even mijn dingen doen. En verder heb ik nog geen flauw idee. Ja, ik moet mijn nagels doen en ik moet nog een filmpje opnemen. Maar goed, als dat het enigste is van vandaag, toch? En mijn dikke ogen. Not so charming. Maar goed, eerst mijn medicijnen. Let's go. Het is best koud. 4 graden. En ik moet tanken. En ik heb een hekel aan tanken. Maar goed, laat maar gewoon doen, dan staan we stil dadelijk. Wij dachten, kom, we gaan de auto wassen. Staat maar er een fucking rij? Hebben wij weer. En ik heb zo geen zin om te wachten. Nou, nog 2 mensen en dan zijn wij. Nee, hij moet er toch eerst nog helemaal doorheen, joh. Ja, dat gaat 1, 2, 3, man. We hebben ongeduld. En ik heb geen goed humeur. Komt ook hard. Na een paar issues vanmorgen. Vergeet ik het niet? Nee, ik heb het vergeten ook. Wat op mijn voorhoofd? Oh nee, dat zit mijn schermpje. Kijk, lijkt me even iets zwart op mijn voorhoofd op zitten. Ah, dat is niet lief. Godverdomme, ik krijg iets. Ja, dus even opruimen. Ik heb net mijn auto uitgestofzuigd. Dus ja, nou kan ik 2 dingen doen. Of gewoon lekker met gierende banden naar huis, trainingsbroek aan en lekker op de bank. Wat niet mag. Kijk. Dus ik moet gewoon erbij gaan staan. Ik word gewoon gedwongen. Gedwongen. Nou, jullie zien dadelijk wel wat mijn besluit is geworden. Hij gaat nu, maar dat was net daar zo nog een manier voor. En nog deze 2 en dan zijn wij. We gaan gewoon wachten, mama gaat niet weg. Ik word geen vegan, maar ik vind het gewoon lekker. En ik kan vlees steeds meer dan verdragen, dus dan gaan we dit maar eten. Samen met mijn witlof met ham uit de oven dadelijk. Lekker. Oh, maar deze en die staat weer mijn... Goed. Ik wou zeggen, er staat geen prullenbak te plunderen, maar mijn ijskast te plunderen. Ja. En ze hebben een lolly gehad bij het auto was, omdat mama erom vroeg. Ik zei, ze willen een lolly. Ze zijn allebei niet meer goed. Ja, oké. Ik ga het even kind de boodschappen uitpakken. Kind, pak zelf de boodschap uit. Ja, ik wil mijn appel hebben. Shoplog. Zij wil de appel. Doe je voorzichtig met mijn eieren. Ja, ik heb mijn appel. Zet de appels hoor. Ja. Ik heb dan de rest duwt, laat ze gewoon liggen. Wat een... Nee. Wij gaan even uitpakken. Ik eet kipstukjes met witlof en ham en kaas. Laat over. Ik moest nog een vlog afsluiten. En dat vergat ik bijna. Zoals gewoonlijks. Maar goed, geen idee hoe laat het is. Ik denk bij 7:30 of zo. Ik ben heel even bezig geweest met de meiden en de spreekbeurt. Dus.
Ik ga nou mijn make-up eraf halen. Ik ga mijn nest in. Morgen gaat echt super vroeg mijn wekker. Ik heb morgen een rapportgesprek met Niel op school. Dus dan moet ik wel even fit wezen. Met minder dikke ogen, hoop ik. Valt mee nou. Maar toch. Het zit gewoon niet lekker in mijn sas. Maar goed. Bedankt voor het kijken. En ik zie je morgen. Doei. Echt een dikke shame on me. Goedemiddag. Het is maandag. 3:10. Ik ben opgestaan, ben mijn huis uit gegaan en ik ben daarna mijn dingen gaan doen. En ik heb het eigenlijk gewoon reet druk gehad. Met mijn snotkop tussendoor. Het stopt niet! Waarom stopt het niet? Klote griep dan, hè? Okay. En vannacht een flinke crash gehad. Dus ik ben eigenlijk mijn knop gaan omzetten vanmorgen. En go, go, go. Want ik had vanmorgen gesprek met Nia op school. Daarna druk. Dus ja. Mijn haar ziet er niet uit. Het moet gewassen worden en geverfd worden. Ik heb zo geen zin. Maar goed, het is 3:10. Dadelijk komt kind 1 nummer thuis. En Nio gaat gelijk door naar de fysio. Want hij heeft last van de enkel. Dus ga ik met kind 1 eten. Gaat ik met kind 1 eten. Daarna komt grote kind thuis. Acaron. Dan gaat die eten. En Joost mag weten hoe lang Nio onderweg is. Het is met de tram. Dus als die thuis komt, gaat die eten. Lekker zootje ongeregeld. En alles eten we anders. Of nou ja. Ja. Dus. Shit, Florrie. Ik kan er niks aan doen. Maar goed. Ik ben wel heel blij geworden vandaag. Want daar meldde zich eentje aan. Via Instagram. Is dat goed? Ja. Die blogpost staat al online. Die is dinsdag online gekomen. Rianne stelt zich voor. Rianne en ik volgen elkaar al een hele tijd op social media. En ze wil heel graag bloggen voor La Familia B. Dat vind ik leuk! Dat vind ik echt leuk. Ja, ze zijn nou echt een uitgebreid pakket aan het worden. En dat doet me alleen maar goed. Doet me echt goed. En het is voor de site goed. En het is gewoon gezellig en leuk. Voor de lezers ook. Dus ja, daar word ik wel happy van. Dus, maar goed, het houdt niet in dat ik uit mijn neus kan blijven vreten. Want ik moet natuurlijk ook gewoon artikeltjes schrijven. Ja, dus. En vloggen. Ja, dat hakt er nog wel eens in bij elkaar. Maar goed. Nou, het hakt er niet in, maar ik ben gewoon toos hersenloos af en toe. Of inspiratieloos en hersenloos. Mag best zeggen over mezelf, doe ik niks. Dus, maar goed. Dan is het altijd wel fijn als er een backup is of wat dan ook. En ik vind die meiden hartstikke leuk onderling. Dat ze aan blogposten zijn. Want ik leer weer van hun. Dat vind ik wel leuk. Dus, maar genoeg ouwehoerd nu. Ik ga nu beginnen aan een artikel voor mezelf. En daarna duik ik de keuken in. Want er moeten een paar hamburgers gebakken worden. En bloemkoolpuree moet opgebakken worden voor ras. Ik eet gebakken ei met champignons weer. En ik heb nog een strokje witlof liggen. Ik heb nog nooit gekarameliseerd of gebakken witlof gegeten. Shame on me. Dus dat ga ik ook erin flikkeren in die pan. Kijken of het lekker is. En gewoon Nio eet ook ei. Ei. Blij ei. Dus blij eitjes vandaag. Dus, maar genoeg geluld. Ik ga wat doen. Doei.
goedemorgen. Het is dinsdag 8 uur en we zijn weer wakker. Fit? Nee. Nou, we gaan er weer voor. Nee, ik ga even gauw mijn dingetjes doen en ik weet niet, ik wil mijn nagels lekker even van de zonnebank. Mijn dikke ogen even. Het komt waarschijnlijk door de verwarming in de slaapkamer. Even uitvogelen. Maar goed, ik ga het eerst mijn medicijn innemen. En het is echt weer zo'n typisch gevalletje van wat een trut vergeten vloggen. Maar als je het wilt, en dat komt als ik het gewassen heb, dan is het helemaal ruk de volgende dag. Hebben jullie dat ook? Als je haar was, de volgende dag is het gewoon één bak ellende. Ja. Maar goed, het is 3:10. Ik moet echt wat aan het eten gaan doen. Het eten, een broodje bal. Gewoon een broodje bal. Bal. Dus, ik ga mijn ballen draaien. Want wat? Ja. En ondertussen ben ik echt zo verschrikkelijk aan het brainstormen gewoon. En nee, ga ik niet zeggen. Dus, ik heb wel papieren binnengekregen voor het ziekenhuis. En ik mag pas 19 februari naar de afdeling inwendige geneeskunde. Inwendig, dat klinkt een beetje freaky, inwendig. Als ik inwendig hoor, dan denk ik iets van Maar goed, het is dus voor mijn botten en het is fucking op 19 februari en ik haat die dag. Waarom? Het is mijn moederjarig. Top. Fucking geniaal. Dus ik zit gezellig op mijn moederlijke verjaardag in het ziekenhuis. Maar friet daar maar tompoes, toch? Hé, hey, ik ga ballen draaien. En tijdens het ballen draaien gaan we maar weer slapen. Trouwens, het geheime ingrediënt. Mosterd en ketchup. Door je ballen gehakt. Dat is lekker stappig van. Tip van moeders. Maar goed. Wat te melden. Ja, vanmorgen scheen de zon. Lekker boeiend reeds. Ja. Vanmorgen scheen de zon en dan gaat het regenen. En ja, ik heb handschoenen aan. En nee, ik ben niet vies van vlees, maar ik vind het gewoon zo ranzig om vlees vast te pakken. Net als een kip ook, dat glibbert en glijdt door je klauwen heen. Nee, zo niet mijn ding. Echt niet. Dus als ik met vlees aan de gang ben, dan heb ik handschoentjes aan. Past niet meer. Dus. Dat is gewoon iets, ik weet niet wat het is. Het is eigenlijk best wel krom, hè. Ik heb echt een halve ijskast vol liggen met vegetarische dingen. Hamburgers, balletjes. En ik sta nu gewoon 1,5 kilo gehakt weg te draaien. Krom. Maar goed, een hoop mensen vroegen zich af. Naar aanleiding van sommige Insta-foto's van, of Insta-stories van. Word je nou vegetarisch? Nee. Ik kan wel steeds moeilijker vlees verdragen. Gehakt. Ja, waarom ga ik broodje bal eten dan wel? Ja, reeds. Ja, ik moet ook aan mijn gezin denken. En ik vind het ook wel lekker. En dan eet ik maar gewoon iets minder. Maar het vlees gaat dus steeds meer tegenwerken. En ja, dan moet je toch andere alternatieven gaan zoeken. En ik had wel eens vaker een groenteburger of een Oosterse schijf, weet je wel. Van dat Vivera of weet ik veel welke merk je. En het is best lekker, het is best te doen. Alleen daar zit weer de issue, dus te veel koolhydraten in. Behalve die kipstoekjes, ik weet niet eens het uitspreek. Daar zijn de koolhydraten dan weer wel goed voor mij, maar de rest niet. Dus dat is alweer een beetje balen. Maar goed. Degene die me langer volgen weet dat ik eigenwijs ben en toch wel doe waar ik zin in heb of waar ik trek in heb. Dus, oké, mijn ballen zijn gedraaid. Moet ik ze tellen? Nee. Die was de pan in gaan. Maar goed. Ik ga ze bakken en dan ga ik nog even wat doen. Of even zitten of even liggen. Ik ben een beetje dizzy, jongen. Misschien komt het wel door het weer. Dus dan kunnen we allemaal handschoentjes uit. Dat is altijd wel fijn. Oké. En we hebben een shitload aan ballen. Daar liggen zootje. En hier liggen er nog een paar. En die gaan nu het pannetje in.
Maar dan moet ik eerst de pan hoger zetten. Dat schiet niet op. Dus. Ja, dat gaan we maar even doen. Ja. Het is lekker vroeg, maar ik ga de vlog afsluiten. Want ik heb niet meer veel te vloggen. Dus ja, dan is het eigenlijk ook gewoon zinloos om de camera op tafel te laten liggen. Dan kan ik hem beter gaan editen, uploaden en inplannen. Dus, ik zit nog even op broodje te wachten. En dan gaat hij even lekker eten en even bijpraten. En daarna ga ik douchen en mijn bed in. Dat liep wel mooi hoor. Komt misschien uit het weer of zo. Kan. Dus, dank voor het kijken. Duimpje omhoog als je het leuk vond. En ik start morgen weer een nieuwe vlog. Doei!